Het nieuws in 1 minuut. Twee onbekenden hebben een gewapende overval op een coffeeshop aan de Thomas A. Kempenstraat in Zwolle gepleegd. Er is door de overvallers 1 keer geschoten, maar er raakte niemand gewond. De overvallers zijn na de overval op de fiets ervan doorgegaan in de richting van de Hogekampsweg. In het centrum van Enschede hebben meer dan 1000 mensen zich verkleed als kerstman en een rondje door de binnenstad gerend. De organisatie van de zogenoemde kerstfunrun haalde daar bijna €13.000 mee op voor de actie Serious Request. De 4 diensten in de IJssel zijn vanwege de hoge waterstand naar verwachting tot na de jaarwisseling uit de vaart genomen. Volgens eigenaar Schuitema van het Oosterveer is het voor het eerste keer dat de veerdienst met de kerstdagen niet vaart. De 600 vaste klanten krijgen allemaal een e-mail. Het openluchttheaterfestival Kerst in Oudkampen heeft dit jaar ondanks de regen bijna 90.000 bezoekers getrokken. Volgens de organisatie waren er iets minder bezoekers dan in 2011.